Dan moet hij dadelijk toch wel met een heel speciaal gevoel gaan beginnen aan die redoet. Het woord gelukzalig gaan we zeker nog niet in de mond nemen, want het gaat ook bij hem pijn doen. En Bom doet teken tegen de motor. Niet achter me rijden, man, voor mij. Ja, natuurlijk. Je probeert alles te gebruiken nu in de finale, want het gaat over een overwinning. Kijk eens, gewoon ook weer dat instinct naar die andere motor toerijden. En achterom kijken. Ja, wel een mooi moment van Bom om in die afdaling te durven gaan. Verraste Tom Dumoulin, die niet echt vol reageerde op dat moment. In het groepje Gilbert, Chris Picavet. Ja, het is echt een gevecht. Het is wel een groepje met Dumoulin, maar het is eigenlijk een gevecht van man tegen man, hoor. Dumoulin tegen Bom. Niemand wil overnemen natuurlijk. En Dumoulin, tijdrijder, toch ook eens kijken hoe sterk hij nu is tegen deze Lars Bom. Normaal gezien is hij de betere tijdrijder, maar Bom lijkt mij toch een beetje uit te lopen. Dat doet hij zeker en vast. 2 kilometer nog met Bom. Helemaal gebogen over zijn stuur. En dat zie je ook in het, aan het verschil van snelheid ten opzichte van deze Dumoulin met Griefko. In dat wiel dan Thomas en dan de mannen van BMC. Met die laatste 700 meters van de redoute kunnen nog heel veel beslissen. Stilvallen of niet stilvallen. Kan het snel gaan. Wie gaat er nog van achter de rug van Dumoulin wegkletsen straks? Voor de eindoverwinning. Ja, mogen we dat zo scherp stellen? Waarschijnlijk wel. Dadelijk de laatste kilometer in, dus nog een keertje heel snel naar Chris. Ja, ik denk toch niet dat het Dumoulin echt gaat lukken, hoor. Je ziet aan sommigen in dat pelotonnetje daarachter dat ze sneller kunnen. Onder andere in Griefko heb ik de indruk. Ik heb ook de indruk dat het nog wel wat op zit bij Keukeleer onder andere. Maar die gokken misschien nog om, dat ze misschien nog kunnen winnen. Maar dat lijkt mij hopeloos natuurlijk, hè, met Welles. Voilà, en Bom heeft die bochten al genomen. En die bomen, wat zeg ik, die bochten spelen natuurlijk in zijn voordeel. Want dan kan je als eenzaad wel iets meer snelheid maken. 15 seconden voor Bom ten opzichte van Dumoulin Co. In deze bochtenformatie van links naar rechts. En dan gaat hij er dadelijk aan beginnen. Maar intussen nog altijd onze leider ook uiteraard. Tim Welles op weg naar zijn overwinning. Die zit al in de laatste kilometer. En de twee Fransen die worden daar gegrepen door de Dumoulin Co. En Thomas blijft in het wiel. En Marcato ook. En Van Avermaat en Gilbert. Langeveld, Jelle van Endert, Quintana zit daar. Gastouwer en de man van Lampre. Ook zij maken nu de bocht en Bom loopt een klein beetje uit. 19 seconden onder de bot van de laatste kilometer. Ja, een ontketende Bom. 19 seconden voor Bom ten opzichte van Dumoulin plus de bonificatieseconde. Die met twee wedstrijden bezig is in deze plaats wegrijden van Dumoulin. Maar proberen dichterbij te komen op Welles en zorgen dat Welles net niet voldoende voorsprong heeft. Ja, en graag met die misschien ook eens een beeld van Welles nu om te kijken op welke manier hij aan het fietsen is naar boven. Hoe hij naar boven aan het fietsen is. En daar is hij in het beeld van de vaste camera's. En hij gaat zijn eerste belangrijke overwinning als renner boeken. Tim Welles. En dat gaat heus niet zijn laatste zijn. Koninginnenetappe in de 10e Eneco-tour. Op naam van deze man van Lotto Belisol. Na 4,5 uur. Mooie overwinning van Welles. Absoluut. En kijk eens welke snelheid hij nog altijd aan de dag blijft leggen, José. En dat moet tot op de finishlijn, tot op de finish nog even jumpen, zou ik zeggen. Elke seconde kan belangrijk en zal belangrijk zijn. 49 seconden achterstand vandaag als 15e in de stand. Hij pakt hier de bonificatieseconde, 10. Dus ja, absoluut. Dat 47 wordt, seconden op Bom, op deze Bom. Misschien ook nog inzet, leidersplaats voor deze man. Kijk eens hoe snel hij gaat. Hij gaat voor alles. Hij wil de twee vliegen in één klap, Tim Welles. En hier komt hij voorbij. Tim Welles wint deze etappe. En mag eindelijk eens, wat zeg ik als jonge gast, eindelijk eens, ja, maar toch voor het eerst zijn handen in de lucht steken. Mooie overwinning. En hier Bom. Bom ook voor de eindoverwinning, de leidersplaats. Allemaal dingen die we dadelijk moeten gaan afwegen ten opzichte van Dumoulin. Maar daar is Dumoulin al. Dumoulin heeft toch nog het een en het ander kunnen rechtzetten in de laatste 100 meters. Of het is net omgekeerd. Bom die aan het stilvallen is. Bom gaat de bonificatie nemen. Dumoulin kan niet dichterbij komen. Gaat ook geen bonificatie nemen. Er zal nog wel iemand van achter komen. Dus Bom leider. Voorlopig. En is de Avermaat die dan nog seconden gaat afpikken van Dumoulin. Voilà, dan komt hij nog aan. Ja, en een derde plaats voor Greg Van Avermaat. Tweede, Lars Bom. Nog nipt op de valreep. Bom nummer 2. Hier helemaal alles moeten geven. Van Avermaat 3, 4 Dumoulin. Nog een sprintje eruit geperst. 5 Thomas, 6 Griefko, 7 Van Ender, 8 Nikita Terpstra, 9 Philippe Gilbert, 10 Marco Marcato, 11 Ben Gastouwer en dan Arnolde Janson. Hier komen ze allemaal binnen als 13e Jens Keukeleire. Nieuwe leider Tim Welles. Voilà, met 7 seconden. Hij stond
op 49. Pakt dan daar zijn bonificatieseconde. Dus voilà, wel alsjeblieft, Boom die heel tevreden was, daarom in de lucht stak. We gaan het beeld strak terugzien van ik ben leider. Twee vliegen in één klap. Helemaal niet leider. De 10 seconden voor Tim Welles. En de 6 voor Lars Boom. Helaas geen bonificatieseconde voor Dumoulin. Maar de nieuwe leider met 7 seconden voorsprong en misschien wel eindwinnaar. Blijven het voorzichtig, maar maken het spannend met het oog op de laatste rit van morgen. Tim Welles voor Lars Boom, Dumoulin. Ja, absoluut. Zouden dat zomaar even 100 punten, UCI-punten erbij zijn voor deze man? We gaan nog even rap een handtekening zetten. Wat is toch maar de redoutier, zo maar even geleden, zo wat maakt het uit. Ergens. Is goed, ja. Okay, ja. Okay. Met lekker verantwoordelijke erbij van de loterij. Paul de Belder. Met heel veel fierheid, denk ik. En ook wat een verjaardag voor Mark Sergeant. Ja. Mooie overwinning voor Tim Welles. En al de mensen die met hem hebben samengewerkt tot nu toe. Zijn vader, Van der Wouwer, andere ploegleiders zullen heel blij zijn, aan het gniffelen zijn. Het is er nu al uitgekomen wat er zat aan te komen voor deze man. 23 jaar. Van 10 mei 1991 is hij. Een stier. Je bedoelt van sterrenbeeld. Hoor. Van sterrenbeeld, hè. Ja. Soms zegt dat ook wel iets, hè, José. Als je erin gelooft, ja. Op het juiste moment zijn dat zo van die zaken waar een mens op kan terugvallen. Ja, maar dan als het goed uitkomt. Als het inderdaad goed uitkomt. Als het niet goed uitkomt, gebruiken we het niet. Tweede in de voorbije ZLM Tour. Daar ook tweede in de rit naar de afdamming van de Gilep. Achter Philippe Gilbert. Voor Paul Martens. Voor Gianni Meersman. Geen kleine coureurs. Twee keer tweede in de Ronde van Italië in een etappe. Tweede in het Belgisch kampioenschap. Tijdrijden achter Christophe van der Wallen. Op een vrij korte achterstand. En hier zit een ontgoocheld man, Tom Dumoulin, leidersplaats kwijt. En dan komt hij misschien straks terug op zijn eigen woorden. En die van jou die je daarvoor had uitgesproken, een dag te vroeg. Ja, zeker een dag te vroeg. Maar wie anders dan? Ja, misschien toch de leidersplaats gelaten aan Boom. Die dan vandaag een andere, totaal andere wedstrijd had moeten rijden. Samen met vooral ook Sepp van Marken. Ja, de gretigheid van de jongeren die wil winnen. En die zich dan een klein beetje misrekent zoals het gisteren was. Een fantastisch beeld van Lars Boom die bovenover de finish kwam. Die zag dat hem 6 seconden bonificatie nam. En zag dat Greg van Avermaat Dumoulin voorbij sprinten. Geen bonificatie. En bij deze dacht van leider te worden. Ja. Maar zonder de waard gerekend. In dit geval Tim Welles. Dit is een Boom loopt hier een beetje van de ene teleurstelling naar de andere. Het is jammer, want hij is bezig aan een hele goede wedstrijd. Aan een heel sterk einde. Maar je ziet ook toch, hij gaat vol weg. Komt de leden aan de voet met 20 seconden voorsprong. Maar op het einde, hier aan de finishlijn, ja, zijn het nog amper 2 seconden. Voilà. Dus die laatste 700 meter die zijn zo belangrijk. In tegenstelling tot Tim Welles, die dus echt wel de sterkste beklimming waarschijnlijk ook nog heeft gereden. Twee keer gewoon wegrijden. Voilà. Top de finish. Zelfs nog een paar meter voor de finish nog even de benen gaat stilhouden. Maar kom, het is hem vergeven. Voilà. Mocht hij het zelf al niet beseft hebben, en dat denk ik zeker wel, want slimme kerel, dan zal hij dat via de communicatie waarvan u het draadje ziet zeker zijn toegeroepen door Frison en co. Gaan, gaan, gaan. En Boom die zich echt naar de finish moet trekken. Hè. Kijk, hier gaan we dat beeld zien. En kijk, Tom, waar zit... Yes, yes. Voilà. Of zou het een verdorie geweest zijn? Nee, ik denk dat het eerder een yes was. Hier zien we de close-up van zijn verbetenheid op het aangezicht. Up. Echt nog naar voren jumpen. Nog eens een sterke van Avermaat vandaag. Derde. Hier bovenop de redoute. Met onderweg toch wel wat extra werk.